Deze keer wil ik een video maken over de bestekla of een bestekkorf in een vaatwasser. Standaard hebben veel vaatwassers, net als deze machine, een bestekkorf. Dus van onder in je vaatwasser heb je een korfje voor je bestek. Maar het nadeel daarvan is dat hij natuurlijk wel ruimte in je machine inneemt. Zie je? Dus als je deze weg zou halen, kan er een pan bij. Waar doe je bestek dan in, als je dus geen bestekkorf hebt, in een aparte lade. Die heeft deze machine dus niet, maar kun je bij Neff ook los nabestellen. En dat geldt natuurlijk hetzelfde ook voor Gaggenau, Siemens of Bosch vaatwassers die uit dezelfde fabriek komen. Bij deze Neff vaatwasser heb ik dus zo'n besteklade. Dus je ziet dat je onder meer ruimte hebt voor je pannen dan een gewone la, zoals je die natuurlijk al had. En dan hier zo nog de bestekschuifla. En je ziet dat je bestek gewoon mooi rechtop in je lade kan. En dat je nog de zijkanten in hoogte kan verstellen, zodat je ook nog, zoals je hier ziet, espresso kopjes en zo toch kwijt kan. Ik zou zeggen, ga voor zo'n bestekschuifla. Het is echt wel handig. En je kan gewoon meer kwijt in je vaatwasser. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer maar weer.